Ik ben nou een tijdje wethouder cultuur. Waar is u het meest opgevallen? Het enthousiasme waar eigenlijk alle vrijwilligers zich mee inzetten voor de club waar ze mee bezig zijn of het onderwerp waar ze mee bezig zijn. En nou ja, dat is iets waar we echt heel erg trots op mogen zijn. Als je met de culturele sector in Purmerend praat, wat komt er dan uit aan ideeën? Oh, heel veel. We gaan beginnen met het opstellen van een cultuurnota. Hè. Daarvoor hebben we gesprekken gevoerd met het hele culturele veld. En daar komen echt hele leuke ideeën uit. Van heel simpel tot van samenwerking bijvoorbeeld, om een keer elkaar meer opzoeken. Maar ook leuke ideeën als een stadspas, waardoor mensen makkelijk allerlei culturele instellingen kunnen bezoeken. Er is een idee geweest van de Nacht van de Cultuur, een beetje gelijk als de museumnacht. Dus daar zitten echt wel hele leuke ideeën in. Wij zijn als gemeente bezig om die cultuurvisie op te stellen. En dat is een soort overkoepelende paraplu waarin we dit soort dingen zetten. En daarbij hoort een uitvoeringsprogramma met concrete dingen. Nou, dat is heel technisch natuurlijk. Maar de belangrijkste winst is dat we nu met z'n allen bij elkaar aan tafel zitten. Waardoor de culturele instellingen elkaar meer vinden. En daar ontstaan hele mooie dingen uit. Bijvoorbeeld van de schoolmusicals. Dat doen we samen met de P3, met de Purmerijn en het NKT. En alle basisscholen krijgen de gelegenheid om vanuit het NKT les te krijgen in musicals. En vervolgens mogen de kinderen optreden in die twee grote podia die we hebben. Wat ik mooi vond om te zien is dat mensen, als je vraagt, doet u veel met cultuur, zeggen heel veel mensen nee. En als je dan vraagt, gaat u naar theater, dan is het antwoord ja. Schildert u, heel veel doen dat. Treedt u op in een bandje of gaat u wel eens naar muziekoptredens, dan is het antwoord ja. Dus de vraag is een beetje, wat is dan cultuur? P3, is al jaren zijn er discussies over. Wanneer gaat er wat gebeuren? Nou, de plannen zijn nog niet uitgewerkt. Dat is volgens mij waar we nu druk mee bezig zijn. We hebben samen met de muziekschool, met P3 en alle betrokken orkesten is er een ontwerp gemaakt nu. Dat wordt op dit moment nu financieel doorgerekend. En zodra dat bekend is, gaan we kijken hoe we dat kunnen realiseren. Wat is nou het belang van cultuur voor zo'n stad als Purmerend? Ja, dat is een beetje... De staatssecretaris zei dat heel erg mooi, vond ik. Die zei, zonder cultuur heb je geen samenleving, maar leef je naast elkaar. En cultuur zorgt voor die verbinding. Als ik kijk, dan denk ik dat cultuur op een aantal vlakken heel erg belangrijk is en best wel vergelijkbaar is met sport. Het biedt mensen een uitlaatklep, het geeft mensen plezier, het zorgt voor verbinding. En dus eigenlijk is het cement van onze samenleving.